Dit hebben wij gemaakt en het heet de duurzame boei. Hier, normaal onder water, zit een propeller. En als het eb en vloed, door de eb- en vloedstroming gaat de propeller draaien en dan komt er elektriciteit naar de boei. Normaal zit er een visnet omheen, zodat de vissen er niet in zwemmen. Maar die hadden we nu niet gemaakt, want anders kon je niet zien. Hier is ook een zonnepaneel en dat vangt ook elektriciteit op. En hier is een platform en daar komt de boot elke week langs om de elektriciteit uit de boeien te halen. Ja, en al het stroom dat van de zonnepaneel dat je van de zonnepaneel krijgt, gaat ook naar de boei. En al het stroom wordt naar dat platformpje gebracht. En daar wordt het omgezet in elektriciteit en dan komt de boot het ophalen.